Hallo, welkom bij een nieuwe video, man. Ik ben gepromoveerd. Vandaag gaan we terug zijn spelen. Deze hadden jullie nog te goed van zondag. Zondag was ik iets te druk bezig met bloggen om Sims te kunnen spelen. Maar ik ga nu dubbel en dik terug in goed maken. Ook alle andere video's gewoon nog terug gewoon aan. Ga werken. Of dus, ga werken. Ik ga eerst opstaan, vlug mijn social media. Mijn kleren uit het bed, handig. Mijn social media status bijwerken. Waar moest dat weer? De computer zeker? Ja. Dan kan ik nog vlug eventjes doen voordat ik naar mijn werk ga, zodat ik terug goed bezig ben. Ik ben trouwens gepromoveerd naar activeringsaapje. Klinkt goed. Jij. Moet ik nu gaan werken? Over 9 minuten, maar moest je dan eigenlijk nog niet weg zijn of zo? Of komt ze je gewoon halen? We gaan dat zien binnen een minuutje. Snel naar je werk. Even zorg voelen, was het nu toch maar werk. Oei, mijn radio staat nog aan. Dat verbruikt wat elektriciteit. Davy heeft een enquête naar het team gestuurd, maar wanneer dan terug ben ik, kunnen wij er komen. Het onderzoek opnieuw voor zenden, hè. Oh. Ik heb een gemiddelde presentatie. Dat is altijd zo'n hokking van wat moet ik doen. Altijd een beetje afwegen. Oh ja, Sophie, we zullen straks een keer afspreken, maar nu niet, want nu ben ik. Ik ga niet mee, want ik ben nog mijn werk. We zijn thuis. Vlug iets klaarmaken om te eten, hè? Een lunch. Een toastie! Toastie ziet er een klein beetje heel veel. Een beetje aangebrand uit. Zout op je toastie en het ligt niks op je toastie. Lucas. Oh, en het is precies alsof dat bakt in water. Grappig. Oh, handig. Meteen 8 toasties. Dat er maar één aan de band had. Helemaal een beetje sneller eten, nee? Oké, mijn social media status bijwerken. Vanmorgen. En dit mag. En de koelkast. Ik ben echt dol op mijn interieur. Echt super leuk. Het is een mooie yoga mat ook. Oeh, 25 nieuwe volgers. Wat ben je hier aan het doen? Ik kijk nog of er nog iets erg gelezen. En dan gaan we. Geen idee. Wat gaan we dan doen? Is er iets te doen?
Wacht, stop, mij is irritant te scrollen. Een keer een aparte. Ah nee, dat duurde ik weer heel lang niet. We gaan dat. Nee. Fuck. Oeps. Piep. Terwijl we wachten, ik ga straks misschien een mask time opnemen, zodat ik nog eens lekker gezellig met jullie kan kletsen. Nog meer dan hier in deze Sims video's. Irritant, jongen. Kijk, nu ben ik precies op dezelfde plek. En heeft dat zo lang geduurd om te laden. Oh, ze hebben een baby. Nee, ze hebben geen baby. Maar ik moet een club. Nou, uitgerekende datum voor baby vragen. Hoe een club bijeenkomst organiseren. Of zit zij ook in onze club? Nee, toch? Ja, we gaan naar het ruilbad. Weer eventjes wachten. La, 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 la. Eventjes met een paar mensen praten, hè. Wat heb ik zelf aan? Ja, dat is een outfit. Mijn haar glitcht. Maar eigenlijk wel ooit een keer een vriend vinden. Of een vriendin. Ik denk dat het een leuke persoon is. Ik hoor Christian misschien. Oh nee, niet leuke snor. Zijn er nog leuke mensen? Misschien boven. En ondertussen iets nieuws vassen. Toch straks. Is deze setup trouwens goed voor jullie? Zit jij nu in die kast? Oh, oh mooi. Prachtig.
Dat is wel leuk. Mijn clownspak. Waarom heeft zij zo'n clownspak aan? Ik kan haar rustig saai. Dit is boring. We moeten er morgen weer vroeg op. We moeten uit, we moeten weer gaan werken morgen. Vinger stretchen. Nog een keer yoga voordat je gaat slapen. Doe nog iets interessants doen in deze Sims dag. Zo'n leuk yoga outfit. Simpel, maar zo, ik vind dat dat echt past bij haar. Zo die gele trui en die Adidas broek. Ja, ik vind het wel. Ik moet vandaag ook nog eens yoga doen. Want dit kan ik niet. Nope. Dit wel. Beter dan haar. Dat is het einde normaal. Lijkhouding. En ik ga een dutje doen. Dus dit was het dan voor deze Sims aflevering. Hopelijk genoten jullie ervan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels! Eventjes opslaan.